Ik ben 20 jaar en ik studeer communicatie en multimedia design aan de HAN in Arnhem. Op dit moment ben ik tweedejaars student. Ik heb gekozen voor het profiel content design. En het vorige blok had ik het SIM-project en aankomende maandag ga ik aan de slag met het AVC-semester. Aankomende weken ga ik met andere studenten jullie meenemen in het studentenleven van CMD'ers en IT'ers. In mijn geval dus het CMD-studentenleven. En ja, als jullie het overwegen om ook deze opleiding te gaan doen, of een van de opleidingen, dan blijf vooral kijken. Hoi, ik ben Jasmijn. Ik ben 19 jaar oud en zit nu op de opleiding Communication en Multimedia Design op de HAN in Arnhem. Ik zit momenteel in mijn derde jaar en ga vanaf februari stage lopen voor een half jaar. Tijdens mijn stageperiode zal ik verschillende video's maken waarin ik laat zien hoe het nou is om stage te lopen, vooral tijdens de coronaperiode. Daarnaast hoop ik jullie met deze video's te helpen, omdat het me natuurlijk best wel moeilijk lijkt om in deze periode een keuze te maken voor naar welke school je wil gaan, welke studie je wil gaan volgen. Je kan niet naar de school toe. Er spelen gewoon heel veel dingen mee. Dus ik hoop jullie met deze video te hebben overtuigd om naar de aankomende video's te gaan kijken van mij of van een van de andere studenten. Helemaal, ik ben Tijger Steetsel, ik ben 17 jaar oud en ik studeer de opleiding Communication en Multimedia Design. Ik zit nu in mijn eerste jaar, dat bevalt hartstikke goed de opleiding. Ik vind het super leuk om te doen. En daarom ga ik jullie over meenemen in mijn online studentenleven. Maar voordat ik dat ga doen, vertel ik eerst iets meer over mezelf. Ik zit nu op de tribune van mijn voetbalvereniging. En ik voetbal echt super graag. Het is echt iets waar ik mijn hoofd door leeg kan maken. En ja, ik train elke maandag en woensdag. En op zaterdag heb ik normaal gesproken wedstrijden. Maar die gaan niet door vanwege corona. De trainingen gaan gelukkig nog wel door, omdat ik nog zelf onder de 18 ben. En ja, dat vind ik echt super fijn om te doen. Dit is het voetbalveld waar ik dan eigenlijk altijd op voetbal. Naast voetbal werk ik ook nog bij de Jumbo. Ik zit daar achter de kassa en ik doe dat eigenlijk altijd met veel plezier. Omdat eigenlijk de mensen die er werken allemaal hartstikke gezellig zijn. En ja, dat is super leuk om te doen. Met dezelfde vrienden als bij voetbal speel ik ook vaak op de PlayStation. Ja, vind ik super gezellig om te doen. We lachen altijd veel met elkaar. We dollen een beetje met z'n allen. En ja, dat is altijd super gezellig om te doen. Iets wat ik ook heel graag doe is dingen ondernemen met vrienden of familie. Normaal gesproken zonder corona was ik eigenlijk iedere zaterdag wel samen met vrienden. Gingen we altijd gezellig spelletjes doen. Maar dat kan helaas nu niet meer doorgaan. Gelukkig heb ik wel een vriendin waardoor ik ook nog dingen met haar kan doen. Dat gaat gelukkig wel door. En ja, dat vind ik super fijn. Dit was eigenlijk even een korte introductie dus over mezelf. Ik hoop jullie snel weer te zien wanneer ik wat meer ga vertellen over mijn studentenleven. Doei doei! Hey iedereen, ik ben Duurtje, 18 jaar oud en ik studeer momenteel aan de HAN. Ik doe de opleiding Communicatie en Multimedia Design. Ik zit op dit moment in het tweede jaar van de opleiding en ik heb vorig jaar voor het profiel Experience Design gekozen. Ik heb afgelopen blok het blok Sega gehad, Serious Gaming, en ik heb hiervoor een concept ontwikkeld met een groepje voor het Radboud UMC. En aankomend blok heb ik het blok IMD, Immersive Media. En de komende maanden, weken ga ik jullie meenemen in hoe het is om een student aan de hand te zijn. Dus ik hoop dat jullie dit heel erg leuk gaan vinden. Hoi. Mijn naam is Danel Veneman, ik ben 17 jaar oud, ik word dit jaar 18 en ik woon in Hengelo, dat is een plaats in Overijssel. En sinds dit jaar ben ik eerstejaarsstudent Communication en Multimedia Design op de HAN in Arnhem. En ondanks de coronatijd kan ik mijn leven wel omschrijven als een druk leven. Ik heb genoeg te doen qua hobby's, ik ben bijvoorbeeld gek op grafisch design, ik luister graag muziek op vinyl en dan heb ik nog een bijbaantje bij Jumbo. En dan natuurlijk nog mijn studie. Het lijkt me leuk om jullie de aankomende periode mee te nemen in mijn studie. Hoe ik alles ervaar, wat mijn tips zijn en vooral laten zien wat ik doe. Dus, hopelijk tot snel. Adieu!